Sebastian Leijsen. Ik ben begonnen toen ik 6 jaar oud was bij de vereniging van Vliegende Barracuda. Daarna eigenlijk alleen voor de lol eigenlijk gezongen. En eigenlijk pas rond mijn 15e, 16e begon ik een beetje door te hebben dat ook een topsport kans had aan het zwemmen. En zo'n beetje via mijn broer ben ik in de topsportwereld beland en ben ik meer gaan trainen voor de topsport. Later ben ik overgestapt naar Eindhoven. Eerst het RTC Eindhoven en daarna het NTC in Eindhoven. Je specialiteit? Rugslag. En wat van de rugslag? De 50 meter rugslag en de 100 meter rugslag. En wat is in die races je sterkste kant, vind je zelf? Dat is dan toch echt wel vooral het zwemmen en het sprinten daarvan. Voor mij is het heel erg belangrijk, gewoon de onderwaterfase, de keerpunten en de starten zijn heel erg belangrijk. Daar verlies ik op het internationale veld nog wel terrein op. En ja, daar moet ik gewoon de komende tijd nog veel aan werken om daar veel beter op te worden. Maar je bent eigenlijk elke uur van de dag, elke minuut van de dag ben je bezig met je topsport. Omdat je die prestatie wil gaan bereiken. Maar als je echt gaat kijken naar trainingen, dan kom je ongeveer rond 25 uur uit. Niet echt een motto, maar ik ben altijd wel iemand die gewoon... Wees zeker van jezelf, wees zelfverzekerd en doe gewoon je ding. Dat is mijn motto. Nou, ik heb niet echt vroeger tegen iemand opgekeken. Nou, natuurlijk keek je wel naar de races van Pieter en van Inge achter de tv toen je klein was. Maar echt een voorbeeld is wel voor mij geweest. Gewoon mijn broer Robert Leijsen, die Olympische Spelen behaalde en internationaal zwom. En dat heeft ook, daaruit kwam ook mijn droom om uiteindelijk een topzwemmer te worden. Nou, ik denk wel toen ik de overstap maakte naar Eindhoven, naar het RTC, in het begin Jeanette Mulder. Maar daarna vooral toen ik na dat jaar overstapte naar Jacques Varen. Hij heeft mij toch heel veel geleerd met zijn ervaring en met zijn kunnen. Is vooral echt wel Jacco geweest die mij heel veel geleerd heeft in het internationale zwemmen. Nou ja, wat ik net al terugkwam uit mijn motto, gewoon van wees zeker van jezelf, wees zeker van de dingen die je doet. En als er iets fout gaat, leer daarvan en... Neem dat mee naar je volgende race. Niet zozeer elke race die slecht gaat, is ook zozeer een slechte race. Maar haal daar jouw punten uit waarvan je kan leren en doe je ding daarmee. Nou, gewoon elke dag vrij kunnen zijn in de dingen die je doet. Gewoon plezier hebben in het zwemmen. Gewoon vrij kunnen zwemmen en gewoon je ding kunnen blijven doen. Dat is... Heb je ook iets dat je zegt, water... Daar heb ik iets bij. Nou, op zich ja. Ik voel me er lekker in. Dat is het enige eigenlijk. En het zwemmen gaat goed. En het zwemmen vind ik fijn om te doen. Dus in dat opzicht is water echt wel mijn ding. Mijn droom is natuurlijk gewoon een medaille halen op de Olympische Spelen. En het liefst is dat natuurlijk een gouden. Maar ik heb nu al een keer Olympische Spelen gezwommen. En ik wil gewoon in Rio gewoon een medaille halen. En dat... moet haalbaar zijn volgens mij. En waar denk je dat je over 5 jaar bent? Over 5 jaar? Ja, dan zit je alweer na de Spelen van Rio en je kijkt eigenlijk per cycli van 4 jaar. Dus dan denk ik dat ik of bezig ben met een keuze om verder te gaan naar Tokio. Of dat ik dat je alweer ergens anders mee bezig bent natuurlijk. Maar om eerlijk te zijn weet ik dat gewoon eerlijk niet. Zwemmen is een hele belangrijke bezigheid in je leven, maar ik heb me laten vertellen dat er nog wel een grote passie is die je hebt. Ja, nou, ik hou zelf heel erg van muziek en ik draai graag af en toe een plaatje zeg maar, in het weekend. En daar ben ik graag mee bezig. Dus muziek is ook wel een grote passie voor mij. Favoriet? Favoriet? Nou, het gaat toch wel een beetje richting de dance en de house.